Lucia van Geuns, je bent van instituut Klingendaal, energie-expert en uh, je, ik heb wat vragen over de energievoorziening. Als je kijkt, waar komt eigenlijk de energievraag vandaan? Wat is de grootste drijver? Nou, de allerbelangrijkste drijver is eigenlijk onze enorme expansie van, uh, van de wereldbevolking. Toen ik werd geboren, dat was in 1955, waren er ongeveer 3 miljard mensen op deze aarde. Er zijn er nu 7 miljard. En dan die 7 miljard mensen willen eigenlijk leven zoals jij en zoals ik. Ja. En het de energie, de, de, de energieverbruik wordt gedomineerd door de, zeg maar de rijke wereld, de Oezolanden? Nou, op dit moment niet meer. De, de vraag naar energie, en met name de vraag naar energie, de moderne energie, maar ook met name oude energie, fossiele energie, komt uit niet landen De grootste vraag zal komen uit China. India, maar ook het Midden-Oosten en natuurlijk Afrika. He, zeg maar de, de, de opkomende economieën. Dus eigenlijk als je ziet in 2040 is de niet-Oezo, de niet-rijke landen... drie keer zoveel als gewoon de Oezo zelf. En de Oezo zelf die blijft een beetje stabiel. Ja, de Oezo eigenlijk is, is meer een dienste-economie aan het worden als het ware. Wij hebben onze top, ons plateau wat betreft uh, moderne energiegebruik min of meer bereikt. En je ziet dat met name de meer geïndustrialiseerde landen... of landen die, die zich industrialiseren... Zoals China, zoals India. Die gaan steeds meer energie gebruiken. Tegelijkertijd zie je dat er een grote middenklasse gaat ontstaan. Die vraagt veel energie, zowel aan transport, maar ook elektriciteit en warmte. Al naar gelang waar je woont. Dus je ziet dat die enorme expansie van vraag. die komt uit die nieuwe wereld. Dus er zijn eigenlijk twee werelden: werelden van Oezo, wat een stagnerende markt is. althans, een meer stabiliserende markt. En niet-Oezo-landen, waar eigenlijk de grootste vraag vandaan zou komen. Ja. En dan de hamvraag is er genoeg energie om zeg maar dit gewoon deze verdrievoudiging nog te gaan leveren. Nou uiteindelijk Eén ding is heel erg realistisch. Hè. We, zijn nog, we zitten nog steeds in een wereld die gedomineerd wordt door fossiele brandstoffen. En dan praat je over kolen, praat je over olie en gas en natuurlijk ook nucleair en een heel klein beetje duurzame energie. Als we eerst eens teruggaan, bijvoorbeeld de afgelopen tien jaar, en dit is een plaatje van het Internationaal Energieagentschap, dan zie je dat de afgelopen tien jaar de groei van energie is gedomineerd door kolen. Er zijn kolen. Dat zijn die kolencentrales elke vijf, jaar, elke vijf dagen in China komt er gewoon kolen, kolencentrale bij. China is de belangrijkste drijfveer daarin. China heeft heel veel kolen. China, China is daardoor niet zeg maar, importafhankelijk van kolen. En China, zoals we weten, die, die is economisch zich ontzettend aan het ontwikkelen. En inderdaad, die, dat cliché van elke week een nieuwe, een nieuwe kolencentrale, dat is waar. En de rest, zeg maar, dat is als 50% van de toename van de energie. En de andere 50% is zeg maar 1 derde, iets meer gas, een klein beetje olie en een klein beetje reunial. 1, 1 derde, 1 derde, 1 derde ongeveer. Dus renew, renew, renewables is zeg maar, wat, wat zijn dat voor olie energie soorten vooral? Ja, dat is duurzame energie, dat is voornamelijk eigenlijk biomassa, eh, maar ook wind en zon. Ja. Als we nou kijken in de toekomst, zeg maar. Dus uh, die grote bulk die uit de non-ISO komt, uh, is daar genoeg olie van? Is, is daar bijvoorbeeld dat hele gedoe over peak oil? Uh, is er nog genoeg olie om, om te expanderen? Is er genoeg gas om uh, dit komende 40 jaar nog te leveren? Ja. Nou, er he heeft de afgelopen, noem het maar, vijf jaar, toch wel een revolutie plaatsgevonden. Eerst over olie. Er is nog genoeg. Economisch exploiteerbaar olie. voor in ieder geval de komende 30, 40 jaar. En dat heeft ook te maken. met een enorme drijfveer van de Verenigde Staten. om olieimportafhankelijk te worden. Want die vinden die hele. olieimportafhankelijkheid van wat zij noemen. onstabiele staten. bijvoorbeeld zoals Venezuela. maar mogelijk ook het Midden-Oosten. daar voelen ze zich oncomfortabel bij, politiek. Dus zij vinden het belangrijk. dat ze hun eigen binnenlandse productie van olie. Eh, wat verhogen. zodat ze minder afhankelijk zijn van olieimport. En ja, dat gaat eigenlijk razend. Snel hè, die hele de Amerika's ongelooflijk zichzelf aan als een, een energie-exporteur aan het ontwikkelen, dankzij een bepaalde techniek. Ja, dat klopt. Ze hebben ze zijn op dit moment onconventionele olie- en gasreserves aan het ontsluiten. Hè, en dan praat je eigenlijk over, ja, in dit geval bijvoorbeeld over schaliegas. Ik heb het net over olie gehad, maar bijvoorbeeld schaliegas is een, is een game changer geworden. Gas is Wordt nu zo grootschalig, zeg maar, geproduceerd in Amerika door hydraulic fracturing. Heel veel putten, heel erg veel water. Heel diep. Eh, ook, ook diep, maar tegelijkertijd ook, ook chemicaliën. Er zitten ook een heleboel milieuachterkanten aan. Maar goed, daar hebben we het nu eventjes niet over. Maar dat betekent dat het gas op dit moment heel goedkoop is in Amerika. Het is een factor drie keer zo goedkoop als hier in Europa, hè? Klopt, omdat de gas daar op een, spot, zeg maar op een spotmarkt wordt verhandeld en daarom heel goedkoop, zowel aan de consument, maar met name ook aan de industrie. En aan de elektriciteitscentrales kunnen verkocht, verko verkocht worden. Dat betekent dat de elektriciteitscentrales in de afgelopen jaar zijn geconverteerd van kolencentrales naar gascentrales. Dus Amerika wordt eigenlijk schoner. In, in principe de bijvangst, als je wilt, is dat ze minder CO2 uitstoten en nu eigenlijk op het niveau zitten van 2005. Dus dat is een aardige bijvangst. Niet intentioneel, maar het is wel leuk voor het internationale klimaatverhaal. Tegelijkertijd zie je dat die kolen dus veel minder worden gebruikt. Amerika is een grote kolieproducent en die kolen worden nu vervolgens goedkoop geëxporteerd. Dan binnen en wat je dus ziet: dat in Europa, en met name ook in Nederland, het goedkoper is om met kolen te stoken dan bijvoorbeeld met gas of andere vormen van uh, primaire energie om elektriciteit te produceren. Dus het is een ironisch verhaal eigenlijk aan het worden als je ja, praat. Maar... Amerika is dus gewoon een energie. Import, van de energie-importeur naar een exporteur aan het gaan. De energieprijs is hartstikke laag nu in Amerika. Dus ook allerlei industrie kan daar nu weer naar teruggaan. En dat zie je nu, dat bijvoorbeeld de petrochemische industrie... gaat weer terug naar Amerika. Er komt gewoon weer een heleboel, zeg maar, industriële activiteit... wat er goed is voor de economie, goed voor de werkgelegenheid. Dus Amerika heeft wat dat betreft, als je praat over gasschalie, een goed economisch verhaal. Tegelijkertijd zie je dat er op dit moment hetzelfde gebeurt... wat betreft olie. Dat noemen ze, zeg maar, tight oil. Bijvoorbeeld in North dakota bijvoorbeeld ook in Texas, ja, dat zijn eigenlijk, voor, eigenlijk uh, uh, um, zeg maar eenzelfde soort van hydraulic fracturing. En dat betekent dat ze ook veel meer binnenlandse productie hebben van olie. Ze zijn nog steeds importeur van olie, en dat zullen ze ook wel blijven. Mm -hmm. Maar ze gaan ook, doordat ze veel efficiëntere auto's rijden... Want ze ja. Ja. Je, had een mooi, je had een mooi plaatje, geloof ik. Hè? Van, je had een mooi plaatje van, uh, uh, van dat ze olie aan het winnen zijn... En, de, en 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 wat wat uh, hier zie je eigenlijk uh, de, de, de kaart van, uh, van Amerika. Het is America at night, de VS at night. En hier zie je een hele hoop van die grote zeg maar, uh, uh, steden waar je de, waar de lichten aan ziet ja. in het nacht. Maar hier zie je de staat North dakota En het is niet zo dat daar grote steden zijn, maar daar wordt op dit moment grootschalig uh, olie gewonnen. En daar komt een heleboel gas bij mee. Ja. En dat gas, daar is geen infrastructuur voor. Dus dat wordt afgefakkeld. He, dat is dus natuurlijk vanuit een klimaatoptiek een heel slecht verhaal. Het afvakkelen van. Van, 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 van gas bij oliewinning. Maar hier is er nog geen infrastructuur om dat gas te even. Ja, dus het is alleen maar een bijvangst van de olie gebeuren. Wat betekent deze fracking eigenlijk? Hoe lang kan Amerika het daarmee uithouden? Nou, er zijn nu voorspellingen van, van het Department of Energy in Amerika dat bijvoorbeeld voor gas uh, het zelfs zo is dat ze echt binnenkort import onafhankelijk zijn en zelfs ook gas kunnen gaan exporteren. In de vorm... maar kan dat dan 10 jaar doorgaan of 45 jaar of 100 jaar? Zij voorspellen echt wel dat het wel 20, 30 jaar door kan gaan. Dat zij echt binnenlands genoeg gas hebben. Tegelijkertijd zetten ze in op grote efficiëntieoperaties. Eh, ze probeerden ook energie-efficiënt te zijn. Want dat is natuurlijk eigenlijk het belangrijkste verhaal. Als wij binnen OECD efficiënter zijn met energie, hoeven we ook minder energie te gebruiken. Ja, maar als het zo goedkoop is om het te produceren, energie-efficiënt werken. En, en leven is, kost ook heel veel geld en energie. Dus als het goedkoper is om de energie gewoon doorheen te pompen. Want ik hoorde inderdaad voorspellingen dat ze wel 100 jaar met dat gas door konden gaan. Dat klopt wel. Maar aan de andere kant, die producenten moeten ook geld verdienen. Dus op dit moment wordt er bijvoorbeeld minder gas geproduceerd. puur omdat de mensen er geen geld meer aan verdienen. Ze gaan nu allemaal naar de olieproductie. want daar wordt wel geld verdiend. Dus daar zit toch wel een probleem. Ja. Als je dan kijkt naar um, de. Uh, de renewables, de, dus zeg maar de zonne-energie en de windenergie, zullen die veel last hebben van deze ontwikkeling van goedkoop gas, waardoor eigenlijk gewoon fossiele brandstoffen weer gewoon 50 tot 100 jaar door kunnen gaan? Ja, nou, natuurlijk, want het is uiteindelijk competitie. Kijk, een heleboel duurzame energie is nog heel erg afhankelijk van, sub van subsidie, hè, terwijl gas is heel goedkoop, kolen zijn heel goedkoop. Dus het is eigenlijk gewoon voor de duurzame energie op dit moment een slecht verhaal, want ze kunnen geen competitie bieden hè, binnen een markteconomie voor dit soort van goedkope, Fossiele brandstoffen. Maar op het ogenblik zijn zonnecellen al bijna gewoon een uh, parity met, met, om met gas, uh, met gas en, en, en kolenproductie. En over vijf jaar is het veel en veel goedkoper. Alleen er is niet een, een standaard infrastructuur waarop aangesloten kan worden. Er, is, er wordt niet hemel en aarde verzet zoals nu in Amerika om dat uh, gas gewoon te gebruiken. Want dat kan er gewoon een normale economie in. Dus gaat zulke, hoe lang uh, gaat zoiets duren voordat er echt een trend wordt? Het is heel erg moeilijk om dat te voorspellen. Je noemt net zelf duidelijk die infrastructuur. En met name bijvoorbeeld als je praat over elektriciteit en bijvoorbeeld over Europa. Hè, om al die elektriciteit die relatief goedkoop kan worden geproduceerd met zonnecellen, decentraal. Om die uiteindelijk op het grid op een, op een goede manier te transporteren, zullen we maar even zeggen. En daar zit een groot probleem. Want die infrastructuur moet voor een deel nog worden aangelegd. Er zit natuurlijk een heel groot, ja, noem het maar de centrale opwekking door elektriciteitsbedrijven. Die hebben zo ook hun eigen focus. Die moeten natuurlijk ook gegarandeerde afzet krijgen. Dus daar moet nog een heleboel A in worden gereguleerd vanuit een overheidsoptiek. En een hoop worden geïnvesteerd. En die investering is enorm. En wie gaan die investeringen doen? Als je weet dat als bijvoorbeeld centrale. Ik noem maar op de EDF's, de, 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 de RWA's van deze wereld. Die moeten wel weten dat ze uiteindelijk down the line dan ook weer geld mee gaan verdienen. Dus, dus eigenlijk is gewoon die renewables zijn ook helemaal niet nodig. Want eigenlijk is voor de komende 50 tot 100 jaar is de oude fossiele brandstof-economie alive and well. En wordt eigenlijk alleen maar beter dankzij al deze nieuwe fracking-technieken. Ik denk dat het enorm nodig is. De transitie naar duurzame energie moet absoluut gemaakt worden. En die moet ook relatief snel gaan. Want we... maar waarom dan? Vergeet niet dat uiteindelijk het verbranden van kolen, en ook het verbranden van, van olie, en ook van gas, gepaard gaat met de uitstoot van, 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 van broeikasgassen. En we weten dat met z'n allen hè, daar toch. In op, op onze planeet. Een groot... okay, maar dat is dan het enige argument. Het is, er is genoeg olie, er is genoeg gas en er is genoeg spul. Het is alleen maar het CO2-argument. Nee, er is nog wel een argument. Dat heeft te maken met waar het geografisch is. Hè. Je kan op een gegeven moment geopolitieke spanningen krijgen. Neem bijvoorbeeld China. China zal wat betreft kolen geen probleem hebben. Heeft genoeg eigen kolen. Gaat nu ook groot inzetten op gas. Mm -hmm. Maar zal ook gasimport afhankelijk worden. Waarom gaan ze groot inzetten op gas? Omdat het ook schoner is dan kolen. Want zij hebben echt een gezondheidsprobleem in de grote steden wat betreft het verbranden van kolen, kolen in elektriciteitscentrales. Tegelijkertijd worden ze, als je praat over olie, echt importafhankelijk. Hun afhankelijkheid van het Midden-Oosten in de komende 10, 15 jaar wordt enorm. He, dus daar begint zich ook geopolitieke, uh, 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 noem het maar, uh, uh, problemen mogelijk voor te gaan komen. Omdat... China zich ook straks politiek moet gaan bezighouden met het Midden-Oosten. Want voor hun is dat economisch bela van belang. Dus Amerika gaat zich eigenlijk terugtrekken. Want die, heeft eigenlijk, uh, die kan veel meer zelfvoorzieningen zijn op alle gebieden. En China zal gewoon veel meer daar uh, zeg maar gaan investeren op een bilaterale manier. Ja, dat doen ze natuurlijk ook al. Kijk, en, en Amerika zal zich altijd blijven de wereld blijven bemoeien. Maar misschien wel net iets minder als je praat over het Midden-Oosten. Omdat ze natuurlijk wat betreft hun importafhankelijkheid van het Midden-Oosten... op termijn steeds minder afhankelijk worden. En hoe dat politiek... Politiek zich gaat, zeg maar, gaat inkleuren in de komende tijd, is nog een vraagteken. Maar tegelijkertijd zie je wel dat landen zoals China, maar ook India en Rusland, want we hebben het niet over Rusland gehad, zich als je praat over daar waar er nog heel veel reserves zijn wat betreft olie en gas, waar de wereld nog lange tijd van afhankelijk zal blijven, he, dat is het Midden-Oosten en ook Rusland, he, dat daar met name voor Oost-Azië toch wel een, 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 een importprobleem zal komen. Laatste vraag. Mini-mini-mini-mini-mini-focus Nederland, zeg maar. Wij zijn al het viesste jongetje zeg maar, van Europa met al onze kolencentrales die we nu over hier aan het bouwen zijn. En nu hadden we gisteren weer een klein aardbevingtje van een mini 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 trinning of zo. Van wat heeft dat voor een invloed op, op de Nederlandse politiek en hoe gaan wij ons ontwikkelen? Nou, Nederland is een uh, gasproducerend land. En daar zijn we trots op. Daar wordt heel veel geld mee verdiend. En daarom is Nederland natuurlijk relatief een rijk land. Wat procent is het van het uh, BNP in het staatsbudget? Nou, van de het, van het, van het staatsbegroting ongeveer 5% wordt uh, verdiend met gasbaten. Dan praat je over 12 miljard, uh, miljard euro. He, al met al significant. We weten dat op een gegeven moment dat gas op gaat raken. He, maar we, als we importafhankelijk gaan worden van gas, bijvoorbeeld vanaf Rusland, dat betekent dat wij als consument meer moeten gaan betalen voor ons gas. Misschien ook wel een goed verhaal voor de duurzame uh, uh, kant. Want dat betekent dat duurzame energie veel meer competitief zal gaan worden met bijvoorbeeld gas en met name. Met kolen. Het probleem nu in Nederland is dat de kolen goedkoper zijn dan gas. Dat betekent dat het veel interessanter is voor elektriciteit producenten om uh, met om kolen te stoken. Ja. Dat hele fracking gebeuren, wat we dus in Amerika grootschalig hebben, dat zal in Europa niet, uh, in Nederland niet gaan gebeuren? Ik denk dat het zeker niet op die schaal. En er zit zoveel sociaal-maatschappelijke onrust, dat ik me afvraag of in Nederland, maar misschien zelfs in Noordwest-Europa, het sowieso wel gaat plaatsvinden. In Engeland zijn ze nu aan het boeren. En, en wie weet ook in Polen. Hè, maar je ziet dat er maatschappelijk in een enorm geurbaniseerde Noordwest-Europa dat eigenlijk gewoon niet zoveel plek kan krijgen. Mm -hmm. Dank je wel.